welkom bij deze nieuwe video. Jeje. En yo mensen, vandaag de allereerste episode van Madi Wodo Survival Server SMP. Ik ben hier en ik deed Server Survival, zoals jullie weten, de eerste episode. Ja, was wel leuk. En ondertussen ga ik even naar boven. Het was heel leuk. Alleen, ik ben geband op die server voor niks. Dus, en toen waren er twee van de jongens en die vroegen aan mij van... doe je ook mee met onze server? En dan staat hier skeletons. Met onze server. Deze server is een soort Minecraft. Voor degene die het kennen, dan weet je wat het is. Voor degene die het niet kennen, Minecraft is een server waar best wel veel buitenlandse YouTubers, dus dus bijvoorbeeld Engelse, Duitse, en er zitten, ik weet niet, een stuk of 12, 13, 14 YouTubers op. En ja, dat is gewoon een vanilla survival server. En ja, dat doen ze met z'n allen een beetje survivalen. Niet allemaal bij elkaar. Maar bijvoorbeeld Etho, dat is dan een YouTuber, die heeft hier zijn huis. Die andere heeft daar zijn huis, die andere daar. Daar zit een spawn, daar bouwen ze met z'n allen aan. Het is gewoon heel gezellig en dat wouden wij ook. We hadden ook gevraagd aan Good, dat is de oprichter van Mindcrack. Het is ook een mod in Tekkit, Mindcrack, maar het is dus ook dat. En daar hadden wij aangevraagd dat we het Mindcrack NL mochten noemen. En toen zei hij, speel gewoon op die server en plezier, je hoeft het geen Mindcrack te noemen. En dus toen zei hij, oké, maar die jongens van die eigenaren, die twee van deze server... die hadden dus al gezegd, zeg maar, van dat het Madi Wodo, dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, survival heette. En, dus dat hebben ze gehouden. Ik weet niet of dat de naam nog gaat veranderen, maar dat zien jullie dan vanzelf wel aan de titel, wanneer het veranderd is. Ik vind de naam een beetje apart, een beetje lang, een beetje, ja, ik weet niet. Maar, op zich ook wel weer grappig, Madi Wodo. Ik zeg gewoon Madi Wodo, je kan ook maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, survival zeggen. Maar ik zeg gewoon Madi Wodo. Dit is mijn huisje. Heb ik al, een pickaxe. Wat shit, ja, zoveel kobbel heb ik, omdat, dat zagen jullie waarschijnlijk net al. Ik heb hieronder een hele lege ruimte, een hele open ruimte. Die wordt nog veel dieper, want ik ga hier een mob spawner maken. Een mob systeem. Ito heeft dat een keer gemaakt en ik wou het ook maken. Dus daar ben ik al druk mee bezig. Ik ben hier gisteravond al mee begonnen om dit allemaal weg te hakken. Ik heb hier al 7 pickaxes aan verspild. Deze heb ik nog omdat er een breaking op zit. Maar ik ga hier... Dit is dus de eerste layer. Die moet 5 hoog zijn. Ik krijg 3 layers. Dus ik moet nog 10 omlaag. En dan moet ik die allemaal in gaan richten. Dus ik ga dit even doen. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Tot zo. Yo, daar ben ik weer. Ik heb gemined. Ik heb nu even een lege inventory. Ik heb alles boven gedropt. Ik heb nog wat gemined, ik heb nog wat geenchant. Ik zal even snel boven laten zien wat ik heb gemined. Ik heb dus nog daar zo wat ruimte uitgehold. En ik ben nog wat gaan caven. En dit is wat ik heb gekregen van het caven. Bijna 3 stacks iron, flink wat diamonds, gold en redstone lapis, wat emeralds. Deze chest zit vol, deze zit vol, deze zit bijna vol. Nee, hier zit wat random troep in. Ik heb hier zo, ja, hier farmpje hadden jullie waarschijnlijk al gezien. Hier heb ik een enchanting table. Ik heb gezet, iedereen mag hier gebruik van maken, maar laat het wel staan, AUB. Het is gewoon een level 30 enchanting table. Wat ik daar heb, is super awesome. Ik was dus aan het minen. En wat ik tegenkwam was een zombie spawner. Het is hier heel donker, ik heb nog geen torches kunnen plaatsen. Sorry, ik moest even een bush laten. Maar hier zit dus een bed. Wat ik jullie zal laten zien is dit. Oh, dat was niet het goede. Je hoort het al. Zombies. Zombies, zombies, zombies. Ik heb geen zwaard. Ik moet nog even een zwaard halen. Zoals je ziet, zombies, de chesten zijn leeg. Ja, die zitten al troep in. De chesten zijn leeg. Ik ga hier nog een XP farm van maken. Maar dat ga ik offline doen, want ik moet de tutorial kijken, want ik weet niet hoe dat moet. Ja, ik weet het slecht dat ik niet weet hoe dat moet. Maar ja, dat is op zich niet erg dat ik niet weet hoe dat moet, want daar zitten tutorials voor. Dus, nu ga ik laten zien wat ik nog heb uitgehold. Dat is op zich niet zo heel veel. Zo, hier dit. Ik heb dus nog wat chest neergezet. We gaan even naar beneden en dan ga ik hier even laten zien wat ik heb uitgehold. Nou, dit dus.
dit. En dit. Oh, nee, hier was ik nog niet klaar. Oh, kut. Kut, ik dacht dat ik al klaar was. Nee. Maakt niet uit. Ik ga gewoon... Oké, wat ik... In één keer kwam de licht door. Ik ga even snel de toorts halen. Weer even helemaal omhoog. Dus deze twee ruimtes heb ik sowieso helemaal leeg. En daarna moet ik even kijken hoe Ito dat ook weer had gedaan. En de joint met de server. King Hoop. Ja. Dat zijn dus ook mensen die op de server zitten. Het is niet zo'n hele drukke server, maar ja, het is een beetje een mindcrack, hè. Oh, hij gaat net weg. Laat maar doen. Wat ging ik halen? Oh ja, even torches. Even kijken. Even zo. Beetje weinig stokjes, ik weet het, maar ik fix even nog meer. Ik heb hier nog hout, ja. Ik ga... Oh, dat was een beetje slecht. Ik ga ook nog even mijn chest organiseren. Maar dat doe ik binnenkort. Even genoeg kool pakken. Zo. Binnenkort ga ik al mijn chesten organiseren. Ga ik ook een chestroom maken en zo. Dus dat ga ik dan binnenkort doen. Oké, dan gaan we even naar beneden. En dan ga ik die laatste ruimte even uitminen. En dan ga ik dat speed ga ik dat voorbarden. Dus dat gaan jullie zien. Zo dit. Mooi. En ik, om het even uit te leggen. In één zo'n ruimte komen zeg maar dit hoekje bijvoorbeeld. Oh. Dit hoekje bijvoorbeeld wordt niet gebruikt. Het wordt alleen zo gebruikt en zo gebruikt. En er komen allemaal dingen te staan. Ja, vraag me niet echt hoe het werkt. En dan zit er daar een blok. En dan zitten er allemaal paden tussendoor. En daar komt dus allemaal water in. En dan stromen die monsters allemaal naar het midden. Dat is hier ergens. En dan vallen ze allemaal naar beneden. En dan kan ik helemaal beneden vangen. Vang ik dan alle drops. Dus dat. Hier even snel nog wat licht neerzetten. Ik ga dus dit even verder minen en ik ga het fast forwarden. Tot zo. En daar ben ik weer. Kijk, we hebben het helemaal uitgemined. En ja, dat wil ik even laten zien. Kijk, we hebben dit helemaal leeg gemined. Jullie hebben natuurlijk net gezien hoe ik dat gedaan heb. Ja. Wordt het verlicht zo? Oh, nice. Oké, cool. Dit gaat ook gedicht als het gravel. De gravel laat klek zitten. Ik heb ondertussen even kijken. Als je dat ziet. Kijk. Oké, dat kan je niet zien. Je ziet toch dat... Ik kan het niet. Oké, achter mijn naam zie je dat nulletje. Dat heb ik net even geadd. Ik had even er zijn eigenlijk geen owners. Ik had even de, Bram, de maker van de server, heet Bram. Dus ik zeg voortaan ook gewoon Bram. Bram had ik even geroepen. En, ik zei ze van, zullen we net als Minecraft zo'n, death counter doen? En ik wist precies hoe het moest. Dus, ik had heel even snel OP en ik heb dat even snel erin gezet. Dat was al nadat ik dit klaar had. Dus dat was al nadat ik gespeedbuild had. Toen heb ik dat even snel daar dicht gemaakt. En dus dat. Deze twee tools heb ik net gemaakt. En nu ga ik even weer naar... Nee, wat ga ik... Jawel. Nee, jawel. Jawel. Ik ga even naar boven. En dan ga ik weer tegen jullie zeggen van... tot zo. Want dan ga ik even de tutorial van... de tutorial van Ito kijken. Anders ga ik even slapen. Ga ik even de tutorial van Ito kijken. En dan zien jullie mij zo als die af is. Dus, en als ik het nu niet afkrijg, dan zien jullie het morgen. Dus tot zo. Yo. Yo mensen, daar ben ik weer. Ik heb wat dingetjes gedaan. Ik heb daaronder helemaal niks meer gedaan. Ik heb die tutorial van Ito gekeken. Ja, ik kan jullie wel even snel laten zien wat ik heb geprobeerd om te doen. Maar toen kwam ik erachter van, fuck, dit is fucking veel werk. En had ik geen zin in. Ja, hier is nog steeds uitgehold. Is ook nog steeds uitgehold. En hier heb ik het dicht gemaakt. Kijk.
Dit had ik gedaan. Ik was hiermee bezig. Ik was het aan het kijken. Toen was ik dit aan het maken. Zo zou het dus werken. Ik heb hier ook al zo ver naar beneden gemaakt zoals dat het moest. Zo werkt het dus. Je moet dus zo deze ruimte maken. En hier komt water. In elke hoek daar komt water. Daar, 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 daar. Daar en daar komt water. En dan uiteindelijk dan spannen die mobs. Hier moet je dan slaps op doen. Op elke pet in het midden moet je slap doen. En dan vallen ze naar beneden. Vallen ze dood. Krijg jij de ik dingen. Maar dan... ik heb dus nu één layer. Dat is al... dat is al even kijken. 6-7 stacks ongeveer. En ja. Ik dacht... Fuck it. Als ik die bovenste twee layers ook nog moest doen. En ik moest dan elke keer zo... alles doen. Fuck it. En dus toen heb ik besloten om dit gewoon te stoppen. En hier nog wel... even kijken. Zo. Zo. En dan gaan we het weer... Oh, zo. Dicht maken. Hier, deze hou ik. En deze hierboven hou ik ook voor altijd handig. Voor als ik een iets wil bouwen daar. Je weet maar nooit. Dus ik hou die ruimte wel open. Maar wat ik wel heb gedaan is iets fucking episch. Jullie gaan het nu zien. Jullie gaan het nu zien. Nu gaan jullie het zien. Kijk, kijk wat ik heb gedaan. Ik heb een big tree! Nee, dat was het niet. Grapje. Haha. Jullie trapten erin. Nee, ik heb hier iets episch. Ik heb mijn geluid uitstaan. Zoals je misschien hoort. Dus om de verrassing te houden. Ik ga eerst even hierheen. En dan blijf ik hier even staan. En dan ben ik zo bij jullie terug. Dus blijf kijken. Tot zo. Oké, ik heb hier een tijdje AFK gestaan. Dus, ik ga jullie nu laten zien wat het is. Ik ga even zo de trappen lopen. Jullie weten nog steeds niet wat het is waarschijnlijk. Of, voor de slimmerikken, die weten wel al wat het is. Maar, dit is mijn versie van... van mobs. Zombie spanner. Wauw, ik wil mob spanner zeggen. Maar, zombie spanner. Kijk, je hoort het geluid. Ik zet het weer even uit. Er staan hier best veel zombies. Kijk. Kijk, oh mijn god. Oh mijn god, dit is echt niet normaal. Ik heb hier een zwaardje met smite 2... ik wil nog een zwaard met looting krijgen, dat is veel chiller. Maar kijk, ik heb hier ook al de straks toen ik hem net had gemaakt, had ik al wat getest. En het doet het heel goed. Het is gewoon, ja, ik weet niet. Ik heb een keer een tutorial gekeken hoe je die moest maken. Ik zei in het vorige stukje, zei ik dat ik een tutorial moest gaan kijken. Maar toen dacht ik, hey, ik heb het toch al eerder gemaakt. Dus ik ben gewoon wat gaan proberen en wat gaan testen en wat gaan doen. En toen kwam ik op dit. En ja, het werkt best goed. Je moet ze alleen wel helemaal zelf doodslaan. Dat is op zich niet zo erg. Kijk, ik heb nu alweer 43 en kijk, een chestplate. Dat is nice. Kijk, nu heb ik alweer dit en ik heb 22 levels. Dus, oh, die moet weg. Zo. Dus ja, ik ga natuurlijk deze plek nog wel wat mooier maken. Maar dat zullen jullie allemaal zien in de volgende episode. Ja, dat was het eigenlijk voor deze episode. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ja, tot de volgende keer mensen. Doe een duimpje omhoog, abonneer. En tot de volgende keer. Later.